Maar ik bedoel, ja, ik heb... Dan de 400 wedstrijden. Ja, een beetje een moeilijke week. En dan een rare brief gehad. En dan nu zoiets. En dan, ja, zonde. Rare brief? Ja, maar daar gaan we niet over doorpraten. Maar dat is gewoon zonde. Ik was echt een beetje gefrustreerd. Brief van de club voor 1 april, ja, de bekende brief. Ja, maar niet daarover doorvragen, alsjeblieft. En dan hoef ik daar ook niks over te zeggen. Ja, je begint erover, dus dan word ik wel benieuwd. Ja, oké, maar nu stop ik er weer. Dus dan gaan we verder met voetbal. Een moeilijke week, met dan een mooi einde. Ja, mooi einde. Kijk, we hebben deze 3 wedstrijden hebben we voluit gespeeld. 9 punten gehaald. Nou, een beetje problemen gehad met supporters. Die hebben ons eventjes de oren gewassen. Nou ja, ik denk dat we het nu weer goed hebben gemaakt door uit die 3 wedstrijden 9 punten te halen. En ja, nu zijn we waar we moeten zijn en gewoon gefocust blijven nu. Heb je dan ook het gevoel dat je jezelf hebt laten zien met die brief op de deurmat? Ja, laten zien. Kijk, weet je, het is, je bent speler en je wil spelen en... Je doet alles voor die club en dan is dat gewoon kloten. En, ja, dat is gewoon kut. Maar ik wil nu gewoon een voetbal praten als je niet erg in. Want hij zat er wel goed in ook, die goal. Ja, hij zat er heel goed in. Nou, kom op. Je hebt er wel moeilijk mee. Ja, dat verbaast me eigenlijk. Want? Nou ja, iemand die al zo lang meeloopt en zoveel ervaring heeft... En dan blijkbaar toch geraakt wordt door een brief die verstuurd moet worden door de club voor 1 april. Omdat dat nou eenmaal de regels zijn. Ik wil gewoon voetballen. Dat is het gewoon. Het is ook mooi dat het je nog zoveel doet na al die wedstrijden. Dat je inderdaad gewoon zo graag wil voetballen blijkbaar. Ja. Kom op man. Nou, ga lekker aan het bier. Ja, zo. Ja, dan gaan we van genieten gewoon, van die goal, van de wedstrijd en de overwinning. Ja, dat ga ik doen.